Back on the court, a hard-fought win. How does it feel to be back? It feels pretty good. You know, I'm happy to be back with my teammates, to be able to compete against some teams. And, you know, having the last couple weeks out, I was able to sit on the sideline and see things from a different point of view rather than being on the court. So I'm excited to be back, and I'm looking forward to the little break we have to, you know, kind of relax and get our feet back under us and come back after the break and ready to compete some more. You said you were able to see some things from a different point of view. What kind of stuff did you see? We're a young team, so, you know, with me being out, you know, I was able to see the inexperience that we have as a team. And, you know, guys did a good job of competing with me out. And like I said, I'm happy to be back. Yeah, you saw the inexperience at some moments. Amsterdam came out aggressively, also very physically. How do you counter that best? You got to be aggressive against them also, you know, aggressive against aggressive. That's a good team. They play hard. You know, they played us down to the wire. Me being out a couple weeks, I got a little bit of rusty. You know, I'm missing easy layups and things like that. So, you know, you just got to keep working. And when you're playing a competitive team like that, you also got to be competitive. All right. Thank you so much. Great win. Nick, het team miste de scherpte in het grootste deel van de wedstrijd. Waar lag dat aan, denk je? Nou, ik moet heel eerlijk zijn. Als je kijkt naar de laatste drie wedstrijden, dat is Leeuwarden thuis, Leiden uit en nu Amsterdam thuis. Dat we gewoon ons ritme niet zo goed vinden, maar we staan wel heel goed te trainen. Dus ja, ik denk dat het een moment in het seizoen is en een periode waar we doorheen moeten. Uiteindelijk in de wedstrijd, de laatste paar minuten wanneer het ook echt moet, lukt het wel. Hoe doe je dat dan? Nou, uiteindelijk, wat hier bekend staat als de zesde man. Het publiek gaat meedoen, die zien dat wij het moeilijk hebben, die steunen ons. En dat geeft net dat extra wat we op het einde van de wedstrijd nodig hebben om ons nog de overwinning naar binnen te slepen. Ja, ja, je had het niet makkelijk in sight. Amsterdam speelde zeer fysiek. En zeg je dan, gooi de bal maar in sight, ik beuk wel terug? Of vind je dan eerder dat het spel de outside game op moet zoeken? Oh, nou, ik had niet zo heel veel last van een inside game. Ik had meer jeuk dan wat anders. Maar goed, ik denk dat we als team uiteindelijk het goed hebben opgelost. En op een goede manier een slechte wedstrijd toch gewonnen. Ja, want jullie gaan nu een cruciaal stadium in eigenlijk van het reguliere seizoen. Waar moet de focus op liggen? Ja, de focus moet vooral gewoon blijven zoals we op dit moment trainen. We staan goed te trainen. We moeten ons niet te veel aantrekken van de mindere wedstrijden die we op dit moment spelen. Dit is nogmaals een fase en hier gaan we wel uitkomen. Oké, dankjewel. Goeie wedstrijd.